Nou, leuk om hier te zijn. Dank voor dat jullie in de zaal zitten. Ik heb wat geprobeerd wat steampunk plaatjes af en toe doorheen te mixen die niet echt iets te maken hebben met het verhaal. Maar goed, oké, is toch leuk. Ik ga wat vertellen over, waar ik gevraagd ben om iets te vertellen over, ja, wat gebeurt er met onze nieuwe verbonden wereld, Internet of Things-achtige ontwikkelingen en nieuwe interacties die we hebben met die wereld, met de dingen om ons heen, met de cloud. Maar goed, ik zal eerst wat over mezelf vertellen, heel kort. Ik ben dus Iskander Smit, ik werk, dit is mijn digitale identiteit, dus als je me ergens zoekt, haal de E weg bij mijn voornaam en je kunt hem waarschijnlijk wel vinden. En ik werk voor een internetbureau in Amsterdam, info.nl. En daar maken wij digitale producten, diensten, platforms tegenwoordig noemen we het. En dat doen we ook al heel lang, sinds 1994. Het is een van onze bekendere klanten. Maar we hebben heel veel verschillende klanten. Daar zal ik niet te veel vertellen, dat kun je allemaal opzoeken. We hebben wel, dat is wel goed om misschien even te zeggen in deze context natuurlijk, dat we ook één team hebben wat zich specifiek op Drupal richt. Naast, we hebben klantenteams die specifiek voor Creamwheels, klantenteams voor BVA. We hebben ook teams die zich specifiek op een oplossing richten, of een technologische stack. En dat is in dit geval Drupal ook eentje van. Dus goed, de collega's van mij lopen hier rond. Dus als je vragen hebt daarover, of wil je dingen wil weten, zoek ze op. Of vraag het mij straks. Ikzelf ben ik verantwoordelijk voor het innovatielab. We hebben een paar jaar geleden bedacht, onze innovatieve dingen die we al deden heel veel, om die wat meer focus te geven en in een soort specifiek lab te stoppen. Nou, het lab ziet eruit als heel veel mensen, maar dat zijn vooral projecten die we doen met mensen intern of mensen van de samenwerkingen die we hebben met studenten van hogescholen of universiteiten. En we zoeken dan, binnen een aantal thema's die we doen, daar zijn we gewoon dingen aan het onderzoeken, aan het maken. Want het is belangrijk niet alleen maar te denken, maar ook te maken. Een aantal projecten zal ik even laten zien om even een beetje beeld te geven daarover. Dus iets wat we al vaak hebben gedaan met nadenken over hoe de relatie is tussen jouw eigen data en de data van de stad. Samen met de Hogeschool van Rotterdam hebben we nu een paar jaar een hackathon georganiseerd met dat thema. Muziek kan zacht blijven hoor, dat speelt. Dus ja, je verzamelt heel veel data. Idealiter is dat jouw data, dat is natuurlijk niet helemaal het geval, meestal. Maar hoe kan je, wat zouden er voor concepten ontstaan als je die data gaat uitwisselen met de open data van de stad? Dus dat is iets wat we dan in een soort hackathon-vorm gieten en kijken wat voor ideeën daar dan uitkomen. Nou, andere dingen maken we gewoon zelf, productjes. Dit is een relatief klein projectje, maar het is een digitale stempel. Er zit een beacon in. Zodra je in de buurt van je telefoon komt en er ophoudt, krijg je een digitaal stempelplaatje. En daarmee, het was een prijsvraag waarmee, ja, hoe ga je mensen de provincie inlokken, zeg maar, vanuit Amsterdam, provincie Noord-Holland. En eerst vorig jaar in de Straatstreek gedaan en nu hangen ze rond in de Stelling van Amsterdam, hangen op 20 plekken van die stempels. Dus je kunt, als je dat leuk vindt, als het mooi weer is, een fietstochtje maken en langs de fort te gaan en daar stempeltjes ophalen. Maar dus het combineren van het digitale en het fysieke, dat is wel een soort thema wat we veel doen. En dit is dan heel praktisch en ook gewoon uitvoeren, 3D-print stempels maken. Dat geeft ook heel veel kennis over wat je dan doet. Nou, wat grotere onderzoekslijn die we al een tijd doen, samen met de HVA vooral, is deze sleeve, de tastsleeve. Dus dat is een mouw die je om je arm kan doen en als je daar overheen wrijft, voelt iemand anders hetzelfde wrijven, zeg maar. Hetzelfde aandraken, het aaien. Het internet of touch noemen we dat dan maar eventjes. Het is een onderzoek geweest van Universiteit Twente en HVA samen om dat materiaal te ontwikkelen. En ook de social touch technology dan, zoals we dat mooi noemen. En wij zijn nu de achterkant aan het maken, zeg maar. De softwarekant, dus het platform. En de doelgroep in eerste instantie is doofblinden. Die zijn, die hebben alleen maar deze mogelijkheid te communiceren. Dus in instituten voor doofblinden is het een hele dankbare toepassing. Maar wij denken dat we er ook nog wel meer mee kunnen uiteindelijk. Dus we hebben in dat framework wat we hebben gemaakt, waar we nu mee bezig zijn voor het Internet of Things, waar we eigenlijk samen met een partij die sensoren maakt en modules eigenlijk aan het ontwikkelen zijn aan een methodiek om al dit soort producten te koppelen aan het internet. Dus wij doen de back-end, we kijken naar design, service kant en voor zo'n task sleeve zit daar dus ook aan vast. Daar zijn we dus nu zo'n plaatje aan het invullen. Een ander project wat we daar doen is bijvoorbeeld ook een beetje in de gezondheid
gezondheidssfeer. Een smart jacket, noemen ze dat. Dat is een band voor te vroeg geboren baby's. Die nu hangen allemaal aan kabels in de couveuse. En dan straks kunnen ze met die band kunnen ze veel minder kabels hebben ze nodig. Ze meten op basis van beweging wat de ademhaling is. En je kunt dus heel goed die monitoring offline doen of online doen. Of zeg maar draadloos doen. En ook in de thuissituatie door blijven meten. Dus in die zin kijken we naar dat soort... Je ziet, en wij zijn een internetbureau, we komen echt uit het web. Maar je ziet nu dat dit soort projecten echt gaan doorberekenen, zeg maar. En voor ons wordt dat een heel belangrijk, denken wij, nieuw onderwerp. Dus, als laatste voor mijn introductie, ik organiseer ook nog wat events en dingen. Meetup over behavior design, als je dat interessant vindt. Volgende week over de conversational UI. Het is al vrij vol, maar als je echt wil dat je erbij bent, laat even weten. Dan gaan we vast kunnen we wat regelen. En ThingsCon, en van andere redenen ook om hier te staan, denk ik. Want het gaat over het Internet of Things. En wij... eigenlijk de ThingsCon is een Berlijnse conferentie over het design en het maken van Internet of Things. En we hebben dat in 2014 naar Amsterdam gehaald en 2015 de tweede keer. En dit jaar de derde keer gaan we dat doen en proberen dat steeds verder te laten groeien. We hebben ook nu een maandelijkse editie met één workshop en een kort programma. Morgen is er eentje in Rotterdam, Antwerpen, Eindhoven daarna. Dus de rondreizend Internet of Things circus moet dat gaan worden. Nou, dat is een beetje mijn achtergrond en dingen. Waar ik het vooral over wil hebben is, dus wat verandert er nou aan de dingen zelf? Wat verandert er aan de dingen als je daar elektronica in stopt, als je daar een connectie mee maakt? Hoe ga je daarmee om en wat betekent het voor het gebruik? En ik start vaak met dit voorbeeld over, om het een beetje aan te geven hoe dat verandert met iets heel alledaags, koffie drinken. Als je nadenkt over koffie drinken, dat doen we natuurlijk al heel lang. Niet iedereen, maar heel veel mensen drinken koffie. En dat maakte je vroeger gewoon met de hand. Vrij snel kwamen dit soort apparaten voor. Die geautomatiseerd koffie maken mogelijk maakten. En nu zie je de laatste tijd ontstaan er opeens dit soort dingen. Dus een koffiezetapparaat met een app erbij. Dit is echt de vraag of je daar wat aan hebt. Maar goed, je kunt dus op afstand je koffiezetapparaat aanzetten. Je kunt hem van tevoren wat programmeren, dat soort dingen. Dat is eigenlijk een beetje een remote control van je koffiezetapparaat. Dat is een beetje de huidige stand van het Internet of Things. En dat is een beetje jammer, want op zich, als je na gaat denken over koffie, dan is er eigenlijk ook wel wat anders aan de hand de koffiecultuur is ook wel een beetje aan het veranderen en verandert bijvoorbeeld onder invloed van de Nespresso. Is het persoonlijkere koffiedrinken natuurlijk veel meer in zwang gekomen, kon dit makkelijk bestellen online, allemaal onder invloed van trends in de wat grotere trends. Nou, dat is een espresso. Je ziet ook nog echt de kieks natuurlijk zijn opgekomen. Al die koffiezaakjes met slow koffie. Mensen die thuis allemaal met een AeroPress aan de slag gaan, daar honderden filmpjes van op YouTube zetten hoe je precies moet afwegen en moet doen. Dus er verandert ook heel veel in de manier waarop we koffie drinken, zeg maar. Er is een gamebedrijf die heeft een koffiegame gemaakt. Hoe moet je koffie proeven? Wat kun je daarin proeven? Nou, en al deze elementen zou je ook kunnen gebruiken om na te denken, wat is dan dat andere, slimmere koffiezetapparaat? Er staat op Kickstarter staat toevallig een project wat zich daar wat meer op die manier heeft benaderd. En ik heb een stukje uit dat filmpje als illustratie daarvan even meegenomen. Meet the Aroma One, the first coffee maker that combines the precise control expected from a professional barista with the convenience of a pod machine. The Aroma One is made to work with whole beans, so you can use any beans that you like and brew the freshest cup. Simply add water and beans and press a button. Making great coffee at home doesn't get easier than this. The Aroma One introduces true intelligence to kitchen appliances. After each cup, you can rate bitterness, strength, caffeine kick, and texture. The Aroma One then learns your preference and automatically adjusts the brewing parameters to make coffee tailored to you. The world of specialty coffee is full of diversity, and the Aroma One is designed to guide you through it. The Aroma One is the only coffee machine that allows you to create flights of three different beans or brews side by side. This beautiful experience allows you to explore different flavors and aromas and elevates moments shared with great company. Nou,
word je een heel gelukkig mens van als je deze gaat gebruiken. Dat zie je wel. Nou ja, ik weet niet of het een goede koffiezet is. Ik heb het nog niet geprobeerd. Maar het is wel grappig hoe zij veel meer nadenken over wat je kunt doen door die smaakbeleving te vertalen naar een soort leerervaring die je met die apps kan doen. Ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen met de uitwisseling tussen de apparaten. Of dat die dingen van elkaar gaan leren. En zo. Dat weet ik allemaal nog niet. Maar het idee is interessanter dan alleen maar een appje plakken op dat koffiezetapparaat. En dat is een beetje een van de basisideeën en gedachten die ik daarmee heb. Hè. Dus je hebt heel veel nu appjes bij producten. En dat kunnen hele mooie producten zijn of hele goede producten zijn met hele goede apps. Geen probleem, maar het blijft gewoon een remote control van die auto. Daar kan, als in de meest luxe variant kan hij misschien zelf inparkeren, maar dat is dan ook hetgene wat hij doet. Dus er wordt geen gebruik gemaakt van de relatie tussen de producten zelf. Dus in die zin is het geen echt Internet of Things, zeg ik maar even. Het is eigenlijk gewoon een soort nep Internet of Things. Het is gewoon een remote control. Dus als je echt gaat nadenken over wat kun je nou doen met die verbindenheid, dan moet je een soort van product gaan maken die veranderen onder invloed van die verbinding. En in de automobielindustrie heb je natuurlijk het voorbeeld van Tesla, waarbij eigenlijk de auto een leuk omhulsel is, en het is natuurlijk een heel mooi en dure ding, maar de karakteristiek van de auto en de ervaring verandert elke keer als de software weer geüpdate wordt. En eigenlijk is die software update veel meer jouw verbinding en veel meer de auto en de veel belangrijker daarvoor dan een ding. En dan ontstaat natuurlijk de zelfrijdende auto, en je kunt, als je daarover gaat nadenken wat de toekomst daarvan is, zo'n filmpje heb je misschien wel eens gezien, en dan verandert onze wereld misschien wel op deze manier. Als al die auto's met elkaar verbonden zijn, met elkaar weten wat ze aan het doen zijn, dan gaat ons straatbeeld veranderen. Dan hoeven we niet meer bang te zijn, dat we hoeven niet meer een stoplicht hebben we niet meer nodig, alles gaat gewoon gaat veranderen. Dus het is natuurlijk design fiction en het is nog niet echt aan de hand, dat snap je wel. En dat kun je ook wel zien, want op zich, als je doordenkt, dan slaat het eigenlijk nergens meer op dat er een stoplicht staat. Want dat heb je dan ook niet meer nodig, of een zebrapad. In principe krijg je eigenlijk gewoon een andersoortig straatbeeld. Als dit al in deze realiteit er zou zijn, uiteindelijk. De toekomst is natuurlijk nooit zo mooi als dit, althans in die zin dat het altijd een mixed reality is. Hè? Dus we zullen altijd langzaam, gradueel naar dit soort toekomsten toe gaan. Maar goed, in essentie nadenken over hoe een product verandert, doordat er connectie in gaat zitten, dat is denk ik een beetje wat ik probeer duidelijk te maken. Fysieke producten worden veel adaptiever, gaan zich veel meer aanpassen aan hoe we het gebruiken op dat moment. Dus de functie van een product is niet meer vastgelegd op het moment dat hij uit de fabriek komt, of dat je hem koopt, maar zal veel meer zich zetten naar het moment dat je hem gaat gebruiken. Daar is dit ook wel een aardig voorbeeld van. Een designbureau uit Londen, dat inmiddels niet meer bestaat, maar heeft een jaar geleden of zo, anderhalf jaar geleden, een nagedacht over de wasmachine als zijnde. Van wat zou er dan gebeuren als we daar nou eens opnieuw over nadenken en met dit soort connected dingen. En, heel kort stukje daarover. In our second prototype, CloudWash, there are lots of directions we could have taken the interface. We looked at pushing the whole interface to the phone to leave a very simple fascia, or to go the other way and embed a touchscreen. Leaving those temptations aside, we've resolved it to the clearest representation and controls of the high-value functions. Of course, there's an interface on your phone, but to run a wash, you only need the buttons and dials on the machine. It seems that most people don't use more than two or three wash types. On the left, there are three customizable presets for the washes you most commonly use. The center controls timing. You can delay a wash and see plainly what time it will end. And on the right-hand edge, there are some functions that use the network to control systems that are outside of the machine. Ja, dus een kort stukje, maar ik vind het interessant hoe zij op een andere manier hebben nagedacht. Echt van, wat is nou het gebruik van zo'n apparaat? En hoe gaan we dat, als je dat nou, die slimheid en die adaptiviteit van het service erop plakken en de service maken. Als je dat nou toevoegt, hoe gaat het dan zo'n product anders uitzien?
Het is ze doen het nog vooral voor dat ene product. Dus het is ook nog interessant van ga je andere. Wassen op zichzelf kan natuurlijk ook veranderen als het een dienst wordt. Dat zijn weer andere concepten. Of ga je gezamenlijk meer dingen doen. Dus er ontstaan ook andere services omheen. Maar dit is een mooi voorbeeld van hoe die core functies kunnen veranderen en hoe de nieuwe gebruiker kan ontstaan, zeg maar. Je moet dus ook op een andere manier gaan ontwerpen, zowel hoe het eruit ziet, hoe je het gebruikt, maar ook hoe het technisch in elkaar zit. Alles wat je aan het maken bent, dat gebruik je op het moment. En wat er op het moment gebeurt, is heel erg belangrijk voor hoe het werkt en hoe het voelt. Dus als je nadenkt over hoe apps nu werken en hoe dat gaat veranderen, of aan het veranderen is. Je had apps, en je gaat nu eigenlijk die notificaties die wij krijgen, worden eigenlijk meer de aanstuurders van allerlei informatiestukjes die je hebt. Hè. Als je dit, dus dat puur even het appmodel. En die notificaties of die kennis van die servers wordt heel erg bepaald door wat ze van jou weten. En wat er specifiek ook op dat moment gebeurt. Dus de sensoren die er zijn, die apparaten zitten of die je gebruikt, waar je langs loopt, die gaan bepalen wat er op dat moment aan jou wordt geserveerd van die dienst. Dus het nadenken over diensten en over dingen is eigenlijk essentieel voor hoe een service werkt. En dus je bent eigenlijk regels aan het ontwerpen, veel meer regels aan het nadenken. Hoe gaan die regels werken? En wat er nu heel erg aan de opkomst ook is, en dat is echt een beetje een hype aan het worden, is ook een beetje de chatbots, de conversations, de dialoog die we hebben met onze diensten. Een aardig voorbeeld is daarvan wat Amazon aan het doen is met de Echo. Ik heb er ook eentje gekocht in Amerika laatst. En het werkt best aardig. Dus ik kan straks proberen aan te sluiten als je het zou willen proberen. Maar goed, wat zij doen is een soort centraal punt in het huis creëren waarmee alle diensten die zij aanbieden en ook andere partijen die diensten willen aanbieden kunnen dat gebruiken. Dit is Uber. Uber heeft daar ook een dienst. Ik heel kort. Alexa, ask Uber for a ride. There is an UberX about 2 minutes away. Would you like me to order it? Yes, please. Requesting your ride. This may take a few seconds. Oh, there we go. Continue. Edwin is now arriving in a Honda Accord. So I can just open up the Uber app here. There you go. So you can see right here on my phone, Edwin's on the way. Je kunt al andere activiteiten als het cancelen en het verslingen aan. Ze praten wanneer ze natuurlijk weer, wanneer die in de buurt is, gaat ze natuurlijk vertellen, et cetera. Dus het is een soort extra middel om te interacteren. En de ene keer is het handiger, soms wil je het misschien op je phone doen. Maar het idee is, wat Uber natuurlijk aan het doen is in dit geval, en is dat ze heel erg de dienst aan het centraal stellen zijn. En het eigenlijk niet meer uitmaakt waar je die gebruikt. Dus Facebook heeft voor een paar weken geleden ook hun platform voor bots geïntroduceerd. En Uber zat daar al in als voorloper. KLM heeft ook iets gemaakt daarvoor. Als je in de messenger van Facebook aan het praten bent over iets waar je met je vrienden en je noemt een locatie en je hebt zoiets van ik moet daarheen, dan kun je vanuit de messenger app gewoon op dat moment zeggen van ik wil daar een Uber voor hebben. En je hoeft daar dus niet meer de app voor te gebruiken. Je hoeft niet meer de app op te starten, je hoeft die app niet eens te hebben meer, want dat zit gewoon in Facebook. Je kunt je allerlei dingen afvragen hoe handig dat is voor de open web en zo. Dat is weer een andere discussie. Maar het idee dat die services dus belangrijker zijn dan de verschijningsvorm van jezelf is wel essentieel. Je krijgt dan nieuwe. Dit is een andere variant van Jibo. Die eigenlijk een soort ding heeft gemaakt die heel erg met gezichtsherkenning werkt en spraakherkenning. Dus het is eigenlijk wat je vergelijkt met de Echo. Maar dan wat meer persoonlijk. En die komt nu binnenkort op de markt. Het is gemaakt vanuit Stanford Robotic Institute. En de grap is dat je daar dus, zij bieden als SDK gewoon al die middelen aan. Dus de gezichtsherkenning, spraakherkenning. En dan kun je zelf je eigen dienst helemaal op gaan maken. Ik ben wel benieuwd of dit nou. Amazon heeft ook een soort van. Het is alleen maar spraak. Dus ze luisteren natuurlijk de hele tijd mee. Dus daar kun je natuurlijk over afvragen of je dat wil. Hij staat nu niet aan, want er is geen stroom op. Maar deze die kijkt natuurlijk ook mee. Dus dan wordt het weer net een stapje persoonlijker. En wil je dat? Dus dat is wel een interessante vraag of dat dan gaat slagen. Je hebt allemaal partijen die dat nu gaan gebruiken in hun eigen producten. Dus dit is weer een kastje dat je in je familie kunt gebruiken om allemaal dingen mee te doen. En er zit ook Amazon Echo in en er zit een soort fysiek notificatiedingetje in. Dus er wordt heel erg gezocht naar wat zijn nou de goede vormen voor het weergeven van die digitale informatie.
En dit is nog een beetje onduidelijk hoe dit precies gaat werken, maar het is wel nog grappig dat je kunt het over opklikken op je koelkast, het magneet aan, maar je kunt het ook meenemen naar je kamer. Het is dus veel meer gedacht vanuit de situatie van je gezin, hoe je dat gebruikt. Nou, deze is misschien ook nog wel interessant in dit kader. De oprichters van, of de founders van Siri hebben een nieuwe, zijn met een nieuwe technologie bezig voor die conversatie. En dit hebben ze vorige week of zo bij TechCrunch een stukje van laten zien. Een heel klein stukje over hoe zij die dialoog een stap verder willen brengen. Hoe ze het extra slim willen maken. The queries that I did earlier, I'm going to run that. And then we are going to open the curtains a little bit and take a look at what's going on inside. So, looks fairly straightforward here, but there's actually something pretty extraordinary going on. So, the first thing that we do is we have our friends from Nuance, who we're using for our speech recognition today, turn the sounds into words. Then you can see we have a very sophisticated natural language understanding, and that generates something called an intent. But then here's where the magic comes in. So we've got a new technology that we've been working on patenting, and it's a computer science breakthrough called dynamic program generation. So when it understood the intent of the user, it generated this program. So this is software that's writing itself. And this is a really important aspect of scaling the assistant, because every other platform like it has a program manager that says, we're going to do movies or we're going to do something else. They're going to lay it out and they program exactly what happens when you say some query related to some domain. It's hard-coded, but that doesn't scale. This is a dynamic program that in 10 milliseconds writes itself, that creates an execution program that goes out and ties the pieces of the services that you need, generates the dialogue, generates the layouts, does everything that happens after the intent. Let me show you. So, we hebben hier afgekapt. Dit is een. Hij laat er dan nog wat zien hoe het werkt en of het en dat het heel goed werkt natuurlijk. Het is een product demo ook. We moeten nog zien of het inderdaad ook allemaal zo mooi is als hij het vertelt. Maar het is wel een interessante, ja, een andere benadering of een nieuwe, ja, manier om het slimmer te krijgen. En ja, dat is wel een beetje. Waar die AI's natuurlijk heel over gaan. Het leren, het echte leren van het zelf doen. En je ziet dus, nou, dit is wat nu heel veel eigenlijk gebeurt. En je ziet dat die conversational UI, zoals mensen noemen, of conversational commerce, of er zijn allemaal termen voor. Chris Messina is daar heel erg mee bezig. Die werkt op verschillende plekken. Is net ook bij Uber weer terechtgekomen. Veel Uber, sorry. En hij zou best wel deze quote over, nou ja, als je zegt van, nou ja, je ziet nu dat alle kinderen bij wijze van spreken elk scherm als het ware beschouwen als een touchscreen door de revolutie van de tablets en de iPhones en et cetera. Je zou je kunnen voorstellen dat als dit inderdaad echt doorzet, dat we straks eigenlijk verwachten dat we tegen alles kunnen gaan praten en overal een conversatie, een dialoog mee hebben. Nou, het kan natuurlijk een andere kant op gaan, maar dat is best een interessante gedachte. Ik denk dat wel interessant is. Dus dat over de conversatie en over de manier waarop we interacteren met onze dingen en onze diensten. Een ander aspect is dus dat we steeds meer sensoren, steeds meer zintuigen eigenlijk gaan toevoegen aan die dingen. We zijn nu eigenlijk vooral visuele zintuigen, we kijken naar dingen, we lezen dingen, we horen dingen. Dus dat is maar het voelen van onze informatie en onze dingen is nog niet zo actief. We hebben nu, hè, dus dit is een mooi voorbeeld, vind ik, van een modeontwerper die als het ware een shirt heeft gemaakt waarbij als je door Peking loopt in dit geval, voel je hoe zwaar de luchtvervuiling is op dat moment. Dus je krijgt eigenlijk een soort extra sixth sense, of een extra gevoel bij de informatie en het ding wat je aan het doen bent. Haptics is daar dan een term voor, waarbij eigenlijk de dingen van het gevoel worden gekoppeld aan data, aan computingkracht. Het belangrijkste device waar dan nu gebruik van maakt, is natuurlijk de watches. Dit is op zich, je hand is een hele goede plek voor dingen te voelen. Je pols ook een hele goede plek om dingen te voelen. En beter dan de telefoon die in je zak zit, want die voel je soms terwijl die niks doet. Dus dat is een soort spookgevoel.
De watch is daar veel sterker in. En we hebben, ik heb de eerste Pebble gehad. Die trilt gewoon, vibreert gewoon heel hard. En dat werkt ook al best wel goed. Daar kun je al best wel verschillende dingen bij voelen, zeg maar. En dan kun je best een aantal dingen snappen. Maar met de Apple Watch gaat het weer een stapje verder. Want je wordt echt als het ware op je pols gedrukt. En het is veel subtieler in die zin. Het is niet een vervanging van andere informatie. Het is altijd een soort van samenspel tussen verschillende informatiebronnen. Een aantal voorbeelden van producten die daar met haptics dingen doen is bijvoorbeeld deze. Dat is een ring die je kunt programmeren aan de hand van wat je wil. Dus je kunt zelf aangeven van nou, ik wil deze vibratie koppelen aan diegene die mij belt. Of dat deze dienst die iets wil van mij, weet ik veel. Dus dat is heel erg een open stukje ook. Dat is ook interessant. Er zit verder geen scherm in het product. Dus je hebt natuurlijk gewoon alleen maar die ring en het trillen. Deze zag ik ook in Southwest, een beer die je kan induwen of een beetje aaien. Nou, niet induwen, dat klinkt zo onaardig. Maar. En dan gaat die andere bril gaat vibreren. En dat is nog vrij rechtdoor het aan. Maar ze proberen dus daarmee een soort van ook een internet of touch te maken. Deze is deze heb ik laatst ook de prototype in mijn hand gehad. Het is een soort houten speelgoed waar je allerlei dingen mee kan doen. En daar ontstaan dan bij die andere weer nieuwe die gaat trillen, die gaat er een lichtjes geven. Dus deze komt in september volgens mij op de markt en is ziet er best interessant uit. Echt als een soort van communicatieding voor kinderen, maar ook gewoon als een spelding. Dit is een hele weerder, vind ik altijd. Ik heb er hier ook eentje, maar kan je ook proberen als je het leuk vindt. Het is een soort band die, een pijnband, zeg maar. Dus die kun je instellen dat als je bijvoorbeeld buiten gaat staan om te roken, dat die je dan een schok geeft. En dan is het idee dat je dus stopt met roken. Nou, ik geloof vanuit behavior design dat niet helemaal de goede methode is. Maar goed, als gek concept is het wel interessant. En je ziet ook dat mensen er heel verschillend op reageren. De ene doet het echt verschrikkelijk pijn, de ander niet. Zo erg. Het is altijd een vervelend gevoel. Maar goed, het is dus ook haptics natuurlijk, ook gevoel. Weer een andere manier van interactie. Dus Project Soli misschien van Google, die is daar nu mee onderzoek aan het doen. Zijn die kitjes aan het uitleveren om voor mensen om daar dingen mee te gaan maken. En dat werkt heel erg op een soort van afstand, een soort radarachtige technologie. Een sonarachtige technologie. Waarmee je dus in de lucht interactie kan hebben met een product of een dienst zonder dat je de knop hoeft aan te raken. Nou, dat is natuurlijk interessant van, is dat werk, dat gaat dat werken, kun je er wat mee? Dus dat is nog heel erg in de onderzoeksfase. Ben benieuwd wat daaruit komt. Een andere universiteit heeft het toegepast op eigenlijk je scherm vergroten van zo'n watch. Dat je zegt, ik ga gewoon een aantal knoppen op mijn arm programmeren, zeg maar. En dat wordt vervolgens jouw interactiemiddel. Je eigen lichaam kun je op die manier gaan gebruiken om dingen mee te doen. Dus ja, heel best grappig. Ik weet niet wat dit nou precies de handigste methode is om dat nummer in te voeren, maar het is een leuk experiment. En het geeft gewoon aan dat er natuurlijk veel meer is dan alleen maar dat schermpje en dat je aan het doen bent. Dus daar is het interessant voor, denk ik, om hier naar te kijken. Nou, et cetera. Je kunt het je verder voorstellen. Nou, deze vind ik, dat is als laatste als voorbeeld van de haptics. Dit is een kunstenaar die heeft erover nagedacht, hoe ga ik nou ook een soort omgevingsbewustzijn creëren. In dit geval van beveiligingscamera's. Hè. Die zenden allemaal infrarood uit. En deze jongen heeft een systeem gemaakt waarbij hij een soort spier aanspanners op zijn schouder heeft gezet. En een soort ontvanger voor die infraroodsignalen. Dus elke keer als hij onder een beveiligingscamera doorloopt, wordt zijn schouder automatisch omhoog getrokken. En op die manier voelt hij letterlijk dus wat er gebeurt als hij voelt hij dat hij bespied wordt. Hè. Dus het is duidelijk een bespied waarschuwer. Ik weet niet, een surveillance spoiler, een mooi woord. Dus nadenken over hoe ga je nou dit soort dingen gebruiken om nieuwe informatie te laten ontstaan. En dus als je kijkt naar de ontwikkeling van, heel grofweg gezegd, van wat we aan het doen zijn met onze digitale wereld. En vanaf de start met het ontsluiten van informatie, waarbij de links de belangrijkste nieuwe dingen waren. Even heel simplistisch gezegd, social media kwam bij relaties. Nu zit het heel erg in het tijdperk dat die dingen aangehaakt worden.
De volgende stap is natuurlijk dat het nog dichterbij, of dat zou een van de volgende stappen is dat het nog meer in onszelf gaat zitten. Dat we de persoonlijke code gaan gebruiken, dat we een digitale schaduw krijgen, et cetera. Nou, die haptics hebben daar denk ik een interessante rol in om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat is dus de haptics en de interacties. En een ander aspect hieraan is dat die producten steeds meer ook een soort van platform worden voor diensten. Dus we hebben gezien dat producten, de dienst heel belangrijk is bij producten. Dus bij de Tesla, zegt van nou die dienst, bij dat koffiezetapparaat. Maar je ziet ook dat die makers van die producten aan het nadenken zijn, hoe ga ik nou dat als een platform opzetten? Hoe ga ik dat opzetten dat je daar je eigen dienst aan kan toevoegen? En Bosch is daar heel erg mee bezig met hun dingen voor in de auto, maar ook, ik was bij een hackathon en daar hadden ze gewoon de boormachine hadden ze dan aan wifi gekoppeld. Ik weet niet precies wat daar de logica van was, maar in ieder geval, ze hadden in die hackathon de vraag gesteld van wat voor diensten zou je nou op die boormachine kunnen maken dan. Nou, interessant kant vraagstuk. Dus het mij dan heel erg opengesteld voor andere partijen. Vorige week verscheen een artikeltje van Tom Coates, die al een heel lang in de webwereld rondloopt en interessante dingen heeft gezegd vroeger over het internet en de web of data. Is nu een nieuw bedrijf begonnen om te kijken naar de dienstenlagen en de manier waarop dingen gaan praten met elkaar, vooral met elkaar ook. En hij zegt ook vooral van je hebt een soort beweging aan de ene kant van mensen die zeggen ja, al die producten worden slimmer en gaan meer zelf embodied raken. Dus de producten worden steeds rijker in hun interacties. Maar aan de andere kant heb je eigenlijk dat de diensten veel belangrijker worden om die ervaring te bepalen, wat ik in het begin ook al een beetje aangaf. Dus hij geeft aan dat die servicelaag echt de essentie is waar je naar moet kijken. Nou, dat is natuurlijk ook gedeeltelijk dat hij zelf zo'n servicelaag aan het maken is, maar hij heeft er een heel mooi en helder verhaal over geschreven hoe dat werkt. Dus zoek dat op. Shape of Things heet het. En hij heeft een aantal dingen gezegd over wat moet zo'n service dan aan voldoen om echt goed te zijn. Dus hij moet echt wel in dienst staan van jou als gebruiker. Je moet je wel mogelijkheid bieden om daar dingen aan te passen zonder dat je een programmeur moet zijn. Nou, en hij moet, et cetera. Je moet ook een soort van begin en een soort levenscyclus inzitten. Er zitten een aantal interessante aspecten aan van hoe je zo'n servicelaag uiteindelijk goed gaat maken. En een ander aspect als je over dit soort dingen nadenkt, van ja, we hebben het nu over die diensten en over zo'n platform. Wat is dan de waarde daarvan? En hoe doe je dat goed? Moet je dan beginnen met het systeem denken? Wat gebeurt vaak in smart cities? Hè? Dan gaan ze nadenken over de grote op de efficiëntielaag van de city, van de stad. Maar je moet eigenlijk altijd beginnen, denk ik, met het kleinste niveau. Gewoon die ene gebruiker moet iets hebben aan dat ene product dat slim wordt. Hè? Dus laat ik voor de afwisseling weer Uber gebruiken. Als je die Uber gebruikt, dan is dat heel handig, dat je heel fijn dat je die auto kunt bestellen zonder dat je een geld hoeft te hebben, gedoe met onderhandelingen, dat die gewoon naar je toe komt rijden, et cetera. Zo'n hele seamless experience, zeg maar, zoals dat mooi wordt genoemd. Heel fijn, maar als je daar dan andere mensen in dat systeem gaat plaatsen die ook die dienst gebruiken en ook nog die chauffeurs die diensten goed gebruiken, dan krijg je dus de waarde. Dan ontstaat er een nieuwe waarde, namelijk dat je weet waar iedereen is onderhand. En die chauffeurs hebben dus hun eigen app in een auto waarin ze precies zien waar je kunt verwachten dat de meeste mensen komen over een tijdje en waar ze nu zijn. Dus die rijden allemaal rond op de plekken waar het drukst is, waardoor je dus de wachttijd kunt verkorten. Dus in die zin ontstaat uit het systeem dan bottom-up meer waarde. Nou, en de volgende stap is dan dat je eigenlijk met dat hele systeem wat er dan ontstaat, nieuwe diensten, nieuwe dingen gaat verzinnen. Dus dan wordt opeens alles Uberized. Ja, dat wil je misschien niet, maar dan kun je denken aan pakketjes bezorgen, of dat zijn de simpelste dingen, maar dat er op andere manieren dezelfde principes worden gebruikt die er dan zijn. Dus als je naar die koffie denkt, hè, dat is dan een beetje wat ik heb met zo'n koffiezetapparaat. Het is heel leuk, het wordt weer heel erg op dat product gericht. Maar wat is nou eigenlijk de waarde van als die producten allemaal met elkaar verbonden zijn straks? Dan wordt het interessant. Wat kan je dan aan nieuwe diensten verzinnen die iets doen met die kennis die uitgewisseld wordt? Met die machines die met elkaar gaan praten. Dan wordt het echt interessant. Dan moet je per keer daarover nadenken, denk ik. Maar je moet wel zorgen in eerste instantie dat dat ene apparaat goed werkt en dat die ene service goed werkt. Dat is een beetje wel wat belangrijk is. Dus mijn boodschap, vooral ook voor mensen die webmakers zoals wij vanuit komen. Dit is echt een nieuw
ding wat aan toegevoegd wordt. Dus dat hardware, de dingen die ontstaan, dat wordt echt een nieuwe bron voor de servers, voor de servicelagen, voor de dingen die we gaan maken. En dat zijn ook, daar zitten ook nieuwe interactiedingen in. Dus het is niet alleen maar dat scherm wat je overal opplakt. Je hebt heel van die koelkasten waar ze dan weer een scherm op plakken. En dat is allemaal onzin. Het gaat er natuurlijk om wat je echt kan doen door na te denken over die producten en wat het met elkaar doet vooral. Nou, die conversaties, die dingen die er ontstaan, die dialooginteracties zijn heel interessant. Gaan we praten met onze dingen? Hoe gaan we dat doen? En alles is vanuit de context gestuurd, gedreven en gebaseerd op regels die je aan het ontwerpen bent. Dus dat is een beetje de eindconclusie. Maar ik wil je niet wegsturen zonder even nog een soort van... gedachte van denk ook, blijf goed nadenken wat je aan het maken bent als je over dit soort slimme dingen nadenkt. Het is een mooi filmpje van iemand die hebben gevisualiseerd. Ik heb een klein stukje uitgehaald. Wat er kan gebeuren als wij al onze producten slim gaan maken. Northwest 5 or 6. Wintry showers. Good. Occasionally poor. North at Sierra, south at Sierra, east 40s. Variable 4, becoming southeasterly 5 or 6. West 40s, Cromarty, South, Tyne, West Dogger. Noel Wiley, no red line for you as your high scores. But let's see, Noel Wiley, is it right? How many things? Serving that captive all on here, 254. No. I think you probably will. Have you? It comes down. I tell you what, you've got several years of Sundays. Okay. I can hardly recommend you do the pointless thing of making up things. That stacks the odds against me. Yeah, I'm digging. Now in winter, the sharks are focusing all their attention on the offshore islands, full of young seals. By watching how the sharks hunt here, Alison has learned what time of day an attack is most likely. Here is the general synopsis at 0700 GMT. Cow in Sierra Shannon, moving slowly eastwards and filling. Sorry, that should be low in Sierra Shannon. And now the area reports. Viking, north of Sierra, south of Sierra, rain at times, good. Westerly, becoming cyclonic, good. Humber, Thames, Bedford, Leyland, Dath, Dover, Sole, Haight, rain at times, good. White, Portland, Plymouth. Subway systems from around the world. Will you either tell us in which city your systems, please? Best of luck. Okay, let's reveal our five subway systems, and here they come. We have got Didford, made you think Paris. New York City from Andy and Julian. 15. David and Rachel are going to say. Is it going to be 15, though? Nou, het is dan mooi om te zien dat mensen dat toch nog een beetje hun eigen wil hebben. Denk na over als je dingen aan het maken bent van, ja, voor wie doe je het en willen ze het eigenlijk wel? En ja, misschien krijg je gewoon wel een soort van internet van een soort van eigenwijze dingen die jou heel erg gaan lastigvallen. Willen we dat? Dus dat is ook een interessante vraag. Dat was even mijn ding. Dus dankjewel. Dankjewel, Skander, voor een mooi overview van de dingen die er al zijn en waar het misschien naartoe kan gaan. Zijn er nog vragen? Ik vroeg me af, hoe kijk je naar beveiliging en veilige communicatie in relatie tot Internet of Things? Dat is belangrijk. Ja, het is natuurlijk, ontstaat alleen maar meer data en dat wordt alleen maar dramatische multipliers natuurlijk als we al die data gaan opslaan. Hoe je dat precies moet doen, je kunt alles dichtzetten, dat is natuurlijk ook niet waarschijnlijk niet echt heel constructief, maar het controle leggen bij degene die de data produceert zou natuurlijk ideaal zijn. Het blijft in eerste instantie toch een kwestie van mensen bewust maken van wat er gebeurt. Want mensen moeten, eerlijk, is een mooi voorbeeld van iemand die een soort van geest incheck systeempje heeft gemaakt. Dus elke keer als je incheckt in Londen, zet hij zelf de incheck
in New York, van hetzelfde soort hipster tentje en hetzelfde soort weet ik veel wat. Dus hij werkt een soort geestverschijning, heeft hij in New York ronddwalen, die precies hetzelfde is als hij zelf. Nou, dat is een mooi kunstachtig projectje, maar je kunt je ook voorstellen dat wij veel meer in staat raken om de dingen te manipuleren, dingen te, naar onze hand te zetten. Dus dat is één van de dingen. En daarnaast moeten we gewoon denk ik kritisch blijven op dat het wel, ja, de data niet overal verspreidt. Ja, dus natuurlijk met de Facebooks en deze wereld blijft het gewoon een lastig ding. Dus ja, ik ga me niet allemaal alles dichtzetten, want dat, ja, dat maar je, ja, bewustzijn is denk ik het belangrijkste nu. Ja, dat is het enige. Ja. En ja, goed over, ja, natuurlijk dingen die je maakt als makers moet je daar natuurlijk altijd in meenemen van, doe ik het sowieso veilig in eerste instantie, sla ik het goed op, et cetera. Dat is natuurlijk een beetje een no-brainer, maar wel belangrijk dat we dat altijd meenemen, zeg maar. Ja. Was daar nog een vraag? Ik had een vraag over de Drupal API waar ik vaak over hoor. Heeft u al ervaring met Drupal API en hardware applicaties? Nou ja, we hebben in die een project, nou, echt heel veel ervaring, niet hoor, dat is niet echt veel klanten, sowieso niet vanuit klantkant, zeg maar. We hebben een hackathon gedaan in Eindhoven, of een project gedaan in Eindhoven, de Civic City, waarbij we samen met bewoners hebben gekeken van, nou, wat smart is leuk, maar wat wil je nou echt als je stadslim wordt? Dus, nou, er kwamen allemaal dingen uit van, willen veel liever iets hebben waarmee we in de buurt mensen van met leren kennen met elkaar. We hebben samen met twee andere bureaus hebben we dat en er kwam een soort wijkhuisdier die ze konden meenemen en konden verplaatsen door die wijken en tegenaan konden praten. Nou, daar hebben we in een soort hackathon hebben we ook het Drupal-team heeft aan gewerkt om de echte tijdlijn van dat hele systeem gewoon te koppelen aan die WUI, hoe noemen we dat beest. Nou, dat was een eerste stapje, maar ja, het is, we hebben daar niet heel veel mee gedaan nog, maar ik denk wel dat daar moet het wel naartoe. Ik vind het belangrijk dat we dat ook meenemen in onze doorontwikkeling. Je moet dat aan elkaar knopen juist, je moet die dingen gebruiken. Ja. En daar zit content in, maar die content moet dus dynamischer zijn om aan toe te passen op dit soort systemen. En kunnen we daar ook regels in stoppen en hoe gaan we daarmee om? Dat is natuurlijk de volgende vraag, zeg maar. Nou. Maar ik ben zelf niet de Drupal-expert, dus dat zou je dan anders. Dus dat kan ik niet beantwoorden. Maar ja, ik denk bij alles wat we doen met elk platform wat we gebruiken, is dit gewoon wel de toekomst, dat je dit soort dingen aan elkaar knoopt en dat het veel meer losse elementen worden die meer content-driven zijn. Nou, content is het belangrijkste, Steven zei het ook al. Dat gaat uiteindelijk bepalen, dus die moet je flexibel kunnen inzetten. Nou. Nog meer vragen? Nou, nee, voor de rest was het heel duidelijk. Dan, helemaal goed. Dan denk ik, dankjewel. Nou, als iemand nog wat wil proberen, dan leuke pijnscheut of iets anders. Haptics of gewoon, ik kan dit nog proberen aan te zetten, maar dat. Ja. Kom maar even hier. Dank. Nog een groot applaus. Dankjewel. Voor jou ook het boek. Doei.